En het tweede lied wat we met elkaar zingen, dat sluit daarop aan. Geen andere naam dan de naam van de Heer Jezus. Tweede deel van de zinkering. Ontzettend fijn dat er nog zoveel mensen gebleven zijn. De mensen daar kunnen ook allemaal een plekje zoeken. Er is plaats zat. Als eerste even die collecte, dat is nog wel even een dingetje. Ik heb eigenlijk... ik lees eerst voor wat hij opgebracht heeft. En dan vertel ik eigenlijk daarna, dan kan je zelf ook uitrekenen. Hij heeft opgebracht... €948,85. Maar wie zegt, ik maak daar met 10 euro erbij 958 van? Oh, dat is één. Wie zegt, ik maak er 68 van? Ja, wie zegt 78 daar, wie 88? En daar, wie 98 trouwens? Ja, en wie zegt, maar ik aan het einde, na deze avond, kom ik even naar de eindverantwoordelijke hier vooraan toe. En ik maak daar 1.008,85 euro van. Oh nee, ik zie al 18,85 euro. Hartstikke goed. De collecte van vandaag is 1000 euro. 18,85 euro. Even tussendoor. Ik had pas voor een goed doel rondom ondernemers. En er was een veiling geweest. Ik zeg niet waarvoor, et cetera. Maar het is leuk. Ik mocht veilingmeester zijn. Nou, ik was echt in een half uur of een uur was ik compleet schor. Maar het was heel leuk om te veilen. En die veiling bracht 15.000 euro voor het goede doel. En ik was echt perplex, gewoon met een paar dingetjes veilen, dat eruit kon komen. En toen ging ik hetzelfde doen, alleen hier ging ik het in tientallen doen. Toen dacht ik, ja, ondernemers, dat kan wel in duizendtallen. Dus ik zeg, wie maakt er van 15, 16 van? En zo zat ik met 1 minuut voor het goede doel op 20.000 euro. Dat ik dacht, wow, dat is gaaf. Dat zal ik hier niet doen. Maar we zitten in ieder geval boven de 1000, waarvoor we heel erg dankbaar zijn, want... Hiermee weten we zeker dat we ook deze avond financieel door kunnen laten gaan. Dit is absoluut helaas wel een dingetje wat er in de wereld om draait. Om geld en om macht. Dat is een problematisch gegeven natuurlijk. Daar wil ik het niet over gaan hebben, maar er komen wel veel problemen door. Ik draai voor de beeldmensen het even ietsje om. En voordat ik met jullie ga bidden, want ik wil daar ook voor bidden. Ik wil voor het tweede gedeelte bidden. Maar ik wil ook voor bidden voor de wereldproblematiek.
En er zijn die mensen vanuit allerlei landen. Zijn die mensen uit Afrikaanse landen? Zijn die mensen uit Aziatische landen? En zijn die mensen, zeg maar, uit het Midden-Oosten? En we hoorden net al inderdaad iemand uit Iran, maar ook uit Syrië. En Syrië is iets waar een enorme brandhaard is. En ik heb een heel aantal vrienden, ook uit Syrië, heb ik nu niet meegenomen, want dan kun je de hele avond wel verhalen horen. Maar daar gebeuren heel veel dingen. Dat weten we met elkaar. We zijn er helemaal mee immuun gegooid. Ik wou zeggen kapot gegooid, maar waren we dat maar. Want het doet ons vaak niet zoveel meer. En de ernst van de situatie is dat wij lauwer worden. En het daar onverminderd heftig is. En ik wil vandaag gewoon eens een moment tijdens de zinkering. We zitten met zoveel mensen bij elkaar. Daarvoor gaan bidden. Om de vrede in het Midden-Oosten. En diep in mijn hart weet ik, en daar gaan we straks ook over zingen, dat er maar één manier is dat de vrede komt, is dat de vredevorst komt. Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg. En er vrede zal zijn over de hele wereld. En ook in het Midden-Oosten. En we gaan ervoor bidden met elkaar. Maar ik wil jullie eerst meenemen in het verhaal van onder andere Syriërs. Er zijn veel meer culturen. En ik hoorde hier, ik hoop dat het positief klappen was, zeg maar. Ik wil er toch nog even op ingaan. Er ging hier wat klappen. En als er een paar mensen hier gaan klappen, gingen er hier een paar meedoen. Dat zijn allemaal van die volgertjes, zeg maar. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Maar toen Shaheen zei over het verschil van cultuur, dat is hetzelfde als dat wij aangesproken worden over van hey Duitser, weet je wel. Dus totaal verschil. Ik ben geen Duitser, ik ben gewoon een Nederlander, weet je wel. En een Duitser ga je ook geen Belg noemen, bij wijze van spreken. Dat heeft dus niets met Arabische mensen te maken. Arabische mensen zijn mensen die de Heere God gemaakt heeft, die door het woord, net zoals wij, die door God tot stand gekomen zijn. En dat maakt helemaal geen enkel verschil, want ze zijn door God gevormd. En als de duivel, de Satan, door middel van verkeerde religies, verkeerde denkbeelden, iemand in zijn greep heeft, is hij nog steeds een schepsel van God. En verdient hij alle gebed dat de duivel hem zal verlaten met de verkeerde ideologieën die iemand heeft. Maar dat verandert niets aan de persoon. Dus ik wil dat heel haarscherp zeggen. En iedereen die daar anders over denkt, moet je zelf doen. Maar probeer dat eerst eens even in een jaar lang in het gebed vol te houden richting God. God, u die mij zo mooi gemaakt hebt, wat hebben u die personen uit andere landen verschrikkelijk gemaakt? Ik weet zeker, er komt geen antwoord op je gebed anders dan radiostilte. Het is een belediging van de schepper. Maar ik denk niet dat dat bedoeld is. Ik denk dat het heel positief bedoeld was voor jou, Shaheen. Maar ik wilde toch aangrijpen om te zeggen, omdat ik merk dat mensen rondom andere culturen dan nog wel weer openstaan, maar de Arabische cultuur gesloten zijn. Nou, laten we eens even een blik werpen in de Arabische cultuur waar mensen, waar het gaat om mensen. Laten we kijken. Vijf jaar lang oorlog in Syrië. Het trieste resultaat, zeker 250.000 doden en 4,5 miljoen mensen die het land zijn ontvlucht. Een land dat misschien wel nooit meer zal bestaan. Hoe sluit je dan vrede? Een vraag van levensbelang. Ook voor de buurlanden en voor Europa. De VN probeert de vredesbesprekingen tussen het regime van de Syrische president Assad en de oppositie nieuw leven in te blazen. Dat moet weer leiden tot een aantal dingen. Een staakt het vuren, een nieuwe grondwet en vrije verkiezingen. Ambitieus, maar ook met minder wordt genoegen genomen. Wanneer er overeenkomst is over hoe terreurbeweging IS bestreden moet worden en hoe humanitaire hulp terechtkomt waar het hard nodig is, is dat al winst. De vraag is wie er wel en wie niet mee zal onderhandelen. Het regime van president Assad zal, ondanks de vele doden waar het voor verantwoordelijk is, zeker aanschuiven. Vorig jaar leek het nog alsof Assad zou bezwijken onder de internationale druk. Nu zit hij stevig in het zadel. En dat komt vooral dankzij Russische luchtsteun. Assad wil alleen onderhandelen vanuit een machtspositie. En dat lijkt te lukken, want ook steeds meer westerse landen willen met Assad blijven praten. Dan de oppositie, want met wie zou het regime van Assad moeten onderhandelen? Dat is nog niet zo makkelijk. Het
Twee groepen vallen bij voorbaat buiten de boot. Terreurbeweging IS en Jabhat al-Nusra, de tak van Al-Qaeda in Syrië. Daar zijn alle partijen het over eens. Die moeten verslagen worden. Welke tegenstanders van Assad mogen er dan wel aanschuiven aan de onderhandelingstafel? Hierover zijn de grote landen het grondig met elkaar oneens. En dat zit zo. De Syrische oppositie is versplinterd. Groepen die tegen Assad vechten, vechten nu ook tegen elkaar. Veel groepen krijgen steun uit het buitenland. Van Iran tot Rusland, van Turkije tot het Westen. De oorlog in Syrië is niet alleen een slepend lokaal conflict, maar ook een krachtmeting van allerlei wereldmachten. En de filmpje mag uitgaan met deze beelden. Die heb ik afgelopen zondag gekregen, terwijl de dienst bezig was. En Shaheen vertelde over dat hij hier mocht blijven. Zag ik een Syrische vriend met tranen in zijn ogen zitten. En ik ben naar hem toegegaan. En die foto's, ik weet niet of je ze alle vier tegelijk erop kan zetten. Ik heb gezegd, kan je ze per direct naar mij appen? Dan laat ik ze op het scherm komen. En dan moeten we ervoor bidden. En zo zijn we dat in de dienst ook gaan doen. En wat gebeurde er? Dat hij eigenlijk aan mij heel kort vertelde wat er aan de hand was geweest. Laten we eens even kijken. Hij was heel onrustig. Getraumatiseerd kwam hij binnen. En hij zegt, weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben de school van mijn vrienden, de basisschool, waar de kinderen van mijn vrienden op zitten, die hebben ze gebombardeerd. Ze hebben het ziekenhuis waar mijn vrienden zijn. Volgende alsjeblieft. Dit is de school. Ook de school. En dan zie je dat in de ziekenhuizen. Volgende alsjeblieft. Nee, dit is allemaal school. Dat gebombardeerd is. Dus de plaatjes mogen weg. Ja, dat is niet zo fris om te zien. Maar we weten allemaal wat het voor beelden geeft. En tegelijkertijd, we leven hier en het raakt ons niet. En misschien kunnen we daarom bidden. God laat het ons raken. En tegelijkertijd, sommige mensen raakt het wel en die zeggen, ik weet niet wat ik moet doen. Nou, laten we bidden om vrede. Dus dat gaan we doen, met elkaar bidden om vrede. En na het gebed, dan zingen we met elkaar, geef vrede Heer, geef vrede. En Heer, raak mijn hart aan. Twee liederen die naadloos aansluiten op het gebed. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel. U die deze wereld tot stand heeft gebracht. Heere Jezus, door uw woord is de wereld, door u het woord, is de wereld tot stand gekomen. En wat doet het u om deze wereld zo te zien? En we willen u bidden dat uw pijn met ons hart gedeeld mag worden. Dat we de pijn mogen voelen waar we misschien immuun voor geworden zijn. Die we misschien verdrongen hebben door slecht denken over mensen die u gemaakt heeft. Misschien ook vanwege terechte dingen. Dat mensen door verkeerde ideologieën, door de duivel zelf voortgedreven zijn. Maar God, wilt u ons uw schepsel, de mens, laten zien achter de vervolgers en de vervolgden. Achter de stroom van mensen waar geen ophouden in lijkt. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons hart aanraken en ons vullen met onvrede over de situatie waarin wij misschien leven en lauw zijn. En wilt u ons vullen met kracht om anders te zijn. Om op te komen voor hen die vluchten. Om te bidden voor hen, voortdurend te bidden voor hen die in oorlog leven. Die vervolgd worden vanwege, nou ja, waarom eigenlijk, maar die vervolgd worden. Heere God, we willen u bidden voor alle kinderen die zo in nood zijn. Zo weerloos en vaak het grootste slachtoffer. Kinderen, ouderen en gehandicapten. O God, ontfermt u zich over deze schepselen van u. Heere Jezus, wilt u als de vredevorst in hun leven zijn, ook al zijn ze in ernstige situaties. En wilt u daar mensen sturen die uw handen en uw voeten zijn. Uit eigen bevolking of uit waar dan ook uit de wereld. Heren, we willen u bidden voor brandhaarden zoals in Syrië. We
We willen u bidden voor brandhaarden zoals in Afghanistan, in Pakistan, in Irak, in Iran, in Israël, waar het ook een en al brandhaard is op dit moment. Uw volk, heren. Maar ook de Afrikaanse landen, waar ook zoveel aan de hand is als Nigeria. En er zijn zoveel landen. In Azië, Noord-Korea. En ik vergeet er nog vele. Heren, ontfermt u zich over deze wereld en we willen u Maranatha bidden. Kom, Heere Jezus, kom om de vrede te herstellen. Wacht niet langer. Heren, we willen u bidden, de mensen die op dit moment in pijn het naar u uitroepen, in wanhoop naar u schreeuwen. Wacht niet langer, Heren, maar kom hun te hulp. Wees bij hun. Wees bij hen, Heren, die troost nodig hebben. Wees bij hen die geen licht meer in de tunnel zien, voor wie het allemaal zo zwart is. Wees bij de mensen die hier in Nederland aangekomen zijn, zoals die mevrouw die ik vorige week sprak, die zei: mijn hart is dood, mijn hart is zwart. Ik ben er nog wel, maar mijn leven is kapot. O Heere God, wees u bij alle mensen die trauma's hebben opgelopen, die dagelijks met pijnen lopen, die 's nachts wakker worden. En Heere, wilt u zelf hun licht en hun heil zijn. En dat ze mogen merken dat u hun optilt en op een rots zet, zodat Psalm 27 werkelijkheid zal worden in hun leven. En Heere, we willen u vast blijven houden totdat u terugkomt. U verwachten totdat u terugkomt. En blijvend zingen in het donker. Geef vrede, Heer. Geef vrede, want uit de wereld komt het niet. Want de wereld die wil slechts strijd. Daar is onrecht groot. Het is onvoorstelbaar. En Heere, u alleen bent het antwoord. En u zult het verlossende antwoord zijn. En daarom bidden we u, kom haastig. Amen. Kom maar.
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklachten of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Indrukwekkende woorden uit Openbaring 21. En straks zullen we er nog een paar lezen. Als je denkt aan de pijn en het lijden wat hier op aarde is en wat mensen moeten lijden, en misschien ook jij wel, wat jij achter de schermen hebt meegemaakt, niet in een land van oorlog, maar misschien in een huis van oorlog, of misschien nog veel dichterbij, achter deze schermen, wat jij door moet maken zonder dat mensen daar weet van hebben. Er zijn er zoveel die het licht aan het einde van de tunnel niet meer zien. Er zijn er zoveel die denken: jongens, ik zie het niet meer. Compleet duister. En kijk dan naar de wereldproblematiek, alles wat er gebeurt. Is er nog wel hoop? Hopeloze. Je vindt ze niet bij tientallen, maar bij duizenden. Ook onder christenen. En terwijl het misschien helemaal donker is in jouw leven. En terwijl jij misschien wel getraumatiseerd bent. Door het leven. Is daar opeens een bericht van de leven. Openbaring 21. Johannes die het voor zijn ogen ziet gebeuren. En waar jij je aan mag vasthouden dat het gaat gebeuren. Het nieuwe Jeruzalem daalt neer. Het land van vrede komt waar we van gezongen hebben met die lichtstad en die parelenpoorten. En dan staat er dat God erbij is. Zal ik het nog even opzoeken? God zelf zal bij hen zijn. Terwijl we Psalm 27 in ons achterhoofd hebben, of in ons voorhoofd, in ieder geval in ons hart, gebeurt er iets. We verwachten de Here. We verwachten hem niet alleen hier onzichtbaar, maar toch zichtbaar als de levende. Door het woord, door zijn geest, door mensen om ons heen, door het zingen van een lied. Dat je merkt, God is er, hij is de levende. Maar we verwachten hem ook dat hij als de levende hier komt. God zelf bij ons, onder ons. Dat staat hier. En wat gebeurt er dan? Dan is er niet opeens al het lijden, huppatee, weg, kliko in. God die als een soort, ik zeg het met eerbied, onpastorale zegt: joh, je hebt het allemaal meegemaakt, heftig, maar ik maak het nu nieuw. Nee, dat gebeurt er niet, want het staat er niet. Wat staat er wel? Er staat: God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En ik wil de Bijbel letterlijk nemen zoals die staat. Wat gebeurt er, lieve mensen? En alleen als je daaraan denkt, dan word je al zo blij. Dat mensen die onrecht hebben meegemaakt, 1000 keer meer als ik. De mensen die verdriet hebben meegemaakt, 100 keren meer als ik. En jij. En ons bij elkaar. Want die zijn er. Moet je opletten. God zelf gaat naar die persoon toe. En veegt de tranen van zijn ogen. Wat is dat? God die zo dichtbij komt in het lijden wat iemand nog ervaart. God die tastbaar dichtbij komt, want hij raakt aan. Hij wist af. Dit is God. God als pastor. God als vader, God als herder, God als de levende
die dichtbij wil komen, de tranen van de ogen af zal wissen en er zal geen dood, geen rouw, geen lijden meer zijn. God zelf hier, tastbaar aanwezig. Hij heeft een antwoord op het lijden. En dat houdt mij vast. En daarom zeg ik met het slot van Psalm 27 nog een keer: verwacht de Heere, wacht op de Heere. Wees sterk, Hij zal je hart sterk maken in wat voor lijden je ook zit. Wacht op de Heere, Hij komt eraan. En daar gaan we van zingen. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. En daarachteraan zingen we: Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom, zijn vrede wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Ook die puinhopen daar in Aleppo of welke stad in Syrië of welke plek in de wereld ook waar het een puinhoop is. Ook alle onrecht hier in jouw leven. Alle dingen maakt Hij nieuw. Er is er een dag en Jezus leeft in eeuwigheid. Hij komt daarbij staan.
En voordat ik het vervolg met jullie lees uit het stukje van Openbaring 21, dan moest ik opeens denken aan mensen die dat misschien wel helemaal niet hebben. Niet weten is misschien niet zo erg. Als je niet weet dat Hij de Heer van je leven is. Misschien is dat minder erg. Dat zeker weten allemaal van ons, dat is natuurlijk allemaal maar twijfelachtig. Ik weet het zeker. Maar niet zijn. Niet de Heer van het leven in je leven hebben. Voor die mensen, voordat ik verder lees, wil ik eerst bidden. Dat de Heer in jouw leven wil komen. En niet zomaar een bijrol gaat spelen, maar jouw leven in beslag neemt. Heel jouw leven verandert. Het was namelijk God zelf die de mens gemaakt heeft. Adam. En toen Adam en Eva gezondigd hebben, verborgen de mensen, Adam en Eva, zich voor God. Angst. Psalm 27. Angst. Bang. Voor wie? Voor God. Ze verborgen zich voor God. Want God kwam eraan. En hij wandelde in de hof en hij zegt, Adam, waar ben je? God zoekt de mens weer op. Vergeet het maar, jij zoekt God helemaal niet op. God zoekt jou. En hij is hier, hij heeft je opgezocht. En het enige wat jij moet zeggen op het antwoord van hem, op de vraag van hem, mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw leven, jouw hart. Het enige wat je mag zeggen is wat Adam zegt. Hier ben ik. En je komt uit de bosjes tevoorschijn. Naakt. Met het complete strafblad, wat je misschien voor de aardse rechten niet hebt, maar wel voor de hemelse rechten. Hier ben ik. Want eerlijk durf ik niet verder te lezen in Openbaring 21. Ik wil voor die mensen met jullie bidden, dat ze daar een antwoord op geven. Laten we bidden. God in de hemel. En God van dichtbij, God van deze aarde. U die de mens opzoekt en geen mens is er die u opzoekt. Ontferm u zich over ons allemaal. En laat u zien dat u bent die u bent en dat u er zult zijn en er ook vandaag bent. En dat de woorden van de Bijbel nog na-echoen. Mijn zoon, mijn dochter, je hoort mij toe, geef mij jouw leven. Heren, hier zijn wij. En ik wil u bidden voor iedereen die nog zijn leven in zijn eigen handen heeft. Of in het heft in eigen handen weer heeft genomen. We willen het teruggeven aan u, Heren. En in stilte wil ik iedereen vragen, gewoon daar eens een antwoord op te geven. Op die vraag die uit de hemel klinkt. Geef mij jouw leven. Geef mij jouw hart. Heren, hoe zouden we op zo'n genade, zulke genade, geen acht slaan? U, die in uw woord en door uw woord en door het zingen zo dichtbij komt. U die uw zoon gegeven heeft naar deze wereld, terwijl de wereld er niet om vroeg. Heren, ik bid dat niet mensen uit verre landen alleen ons zullen voorgaan in het koninkrijk. En wij buiten zullen blijven staan. Maar dat ze ons voor mogen gaan. En wij hun volgen mogen. Schoorvoetend, misschien twijfelend, maar zeker wetend dat u de levende bent die recht, alleen recht heeft op onszelf. Heren, verhoor ons gebed, wat wij bidden in de naam van de Heer Jezus. Amen. En hij die op de troon zit, zei,
Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij die op de troon zit, zei tegen mij, tegen Johannes, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Moordenaars, ongelovigen, terroristen en reformatorische jongeren die weigeren de Heer Jezus tot hun God te erkennen in één. Afschuwelijk. Daarom hebben we net gebeden. En ik hoop zo dat je niet hier onveranderd de zaal verlaat. Het komt God niet toe. Hem komt alle eer in jouw leven toe. Want anders kan je nog zoveel liederen gezongen hebben. Maar als je niet jouw leven in de handen van de Heer hebt gelegd. En gezegd, voor u Heer leef ik. In u Heer sterf ik. Mijn leven is van u. Joh, dan heb je voor niks geleefd. Dat heb je misschien bereikt in de wereld, maar wat heeft het gebracht? En het mooie is, en ik voel dat ook, zeg maar. Ik merk dat ook als jullie aan het zingen zijn. Dat heel veel mensen, al is het, Heer, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Of al, wat is het dan ook? Maar dat je denkt, ja, die levende. Hij is in mijn leven, ik weet het zeker. Ik kan er niet omheen. En ook al zie ik hem niet elke dag. Ik weet het, hij is de God die leeft. En aan mij het leven geeft. Daar gebeurt iets. Johannes krijgt een speciale boodschap. Vers 6. Jezus zegt, die overwonnen heeft, Johannes. Hij zegt het tegen hem. Je ziet het ook, hè? In het schriftgedeelte. Het is geschied. Oftewel, het is volbracht. Het was al volbracht toen Johannes daar een ontmoeting had op Patmos. Ik ben de Alfa. En de Omega. Het begin en het einde. Ik ben de bron voor iedereen die mij nodig heeft. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Ik ben het. Hij is het leven. Hij is het waar mijn leven om draait. Hij is het aan wie ik mij vasthoud, ook al begrijp ik er soms niets meer van in dit leven. Hij is het al, zijn er 1000 vragen in mijn leven. Het maakt mij niet uit. Hij is het. Hij is het antwoord op mijn vragen. Hij is de eindbestemming van al mijn zoektochten. In hem alleen. En daarom wil ik vragen om 2 liederen te zingen. Er is één lied staat erop. En dat is het lied In de hemel is de Heer. Maar volgens mij kennen jullie ook dat lied God and God Alone. Kennen jullie dat? Of hebben jullie dat hier niet? Ja? Lukt dat? Lukt dat beamen? God and God Alone, heb je die? Oh, duim omhoog. Doen we eerst, dan heb je nog even tijd. Doen we eerst In de hemel is de Heer. En daarna God and God Alone. Want het draait om hem alleen. Kom erbij staan.
En daarna wordt in Openbaring 21 het nieuwe Jeruzalem, de afmetingen en het uitzicht ervan beschreven. En met deze woorden wil ik afsluiten, dat als je nu in Jeruzalem kijkt, dan zie je ook geen tempel meer. Op de ruïnes van het voormalige tempelplein staat nu een moskee. Maar in het nieuwe Jeruzalem zul je geen tempel meer ontdekken. Luister maar mee, met deze woorden besluiten. Ik zag geen tempel in haar. Want de Heere, de Almachtige God, vers 22, is haar tempel. En het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lam. En de naties die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want er zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Zo mooi. Als je ziet wat hier gebeurt. Geen tempel in het nieuwe Jeruzalem, want God zelf is daar. Hij is de tempel, God zelf en het Lam. Jezus Christus. En dan is er geen licht meer, want de lamp is het Lam, staat er. En Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. En wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. Mooi om je daaraan vast te houden. Niet aan iets, maar aan iemand. Aan Jezus zelf. Die gezegd heeft dat hij terugkomt. En dan is het licht van de wereld letterlijk het licht van de wereld. Waar je nu soms denkt, Heere Jezus, waar bent u? Het is zo donker. Dan is daar het licht aan het einde van de tunnel. Zie je het? Hier. Jezus is de lamp aan het einde van de donkere tunnel. Van iedere vorm van trauma, van depressie, van oorlog, van haat, waarin je ook vast kunt zitten. Jezus is het licht aan het einde van de tunnel. Hij is de lamp die daar in de verte schijnt. En ik hoop dat je hem vanavond hebt zien schitteren. En als je hem hebt gezien schitteren, zeg je het maar tegen de donkere mensen in de donkere wereld om je heen. Jezus is het licht. En daar aan het einde van de donkere tunnel zullen we hem zien. Ik wil met jullie daarvoor danken. En dan besluiten we met een slotlied. Zend Heer uw licht. Jezus, en uw waarheid, ik ben de waarheid, dat die ons leiden. Want dan ga ik op tot Gods altaar op Psalm 43 vers 3 en 4. En daarna is er vrij zingen. Dus ik wil eerst afsluiten met gebed. Dan zingen we Psalm 43. En ik wens jullie, want ik zie jullie daarna niet meer, Gods rijke zegen en een hele mooie gezegende zondag toe. Laten we samen met elkaar God danken. Hemelse Vader, wat een rijkdom is er in uw woord te vinden. En met David stemmen we het in. De Heere, u bent mijn licht. Voor wie zou ik vrezen? U bent onze levenskracht. Want u bent ons leven. Voor wie of wat zouden we bang zijn? Heere, wij verwachten u. En wij willen u ons biddend aan u vasthouden. En wij danken u voor die heerlijke liederen die we vanavond mochten zingen. En uw woorden die we mochten lezen. En u, de levende, die we mochten horen, terugzien in het getuigenis van Shaheen. Hoe u op zijn levenspad bent gekomen, figuurlijk en letterlijk. Heren, wij willen u vanuit ons hart danken. Dat we niet hoeven te geloven op emotie. Maar dat we ons aan u, de levende, vast mogen houden. In een stellig weten. Dat u niet alleen in ons leven in de toekomst zult zijn. Maar ook nu wilt zijn. Ik wil u bidden voor alle jongeren die twijfelen.
Voor alle jongeren en volwassenen die hier zijn of later nakijken, die te veel met zichzelf bezig zijn en daarin alleen maar ongeloof bespeuren en daarin vastlopen. Heer, ik wil u bidden dat we onze ogen op mogen richten en mogen kijken niet naar onszelf, maar naar u. U die naar ons toe bent gekomen. U die biddend aan ons hart staat te kloppen en niet andersom. Heere, dank u wel voor uw rijke evangelie. Dank u wel, Heere, dat we dit in vrijheid mogen beleven met elkaar. En we willen u bidden dat dat mag blijven. En tegelijkertijd wilt u ons ook klaarmaken voor als dat niet meer het geval is. Wilt u ons geloof versterken? Want dat hebben we nodig voor de tijd die komt. En daarom, Heere, nu we nog in die donkere tunnel zijn, waarin u het licht bent in ons hart, de vlam die brandt, door u alleen, willen we u bidden dat het einde van de tunnel, waar het licht is, waar de lamp is, waar het lam is, Heere, dat het spoedig mag komen. We hebben ervan gezongen. En daarmee wil ik ook eindigen. Want dan mogen we gaan. Op tot uw altaren. De God, onze bron van vreugd. Juichen zullen we. Met stem en snaren. De God u, die ons eindeloos verheugt. Mag dat waar zijn. Spoedig waar zijn. Voor ons allemaal. We bidden en danken u. In de naam van de Heer Jezus en in de vergeving van onze zonden. Amen. Zend Heer uw licht. Zingen. De eerste die ik heb opgekregen is Hoe Wonderlijk Mooi. Dus dat is vast voor de Beamer en het muziekteam.
Ik begreep net ook dat iemand al een ander lied had opgegeven. Iets voor een aantal Syrische mensen die hier op bezoek zijn. Ik heb alleen het lied nog niet helemaal doorgekregen. Dus als je... Shalom Shafarim. Oké, nou dat wordt dan ook gelijk de tweede. Shalom Shafarim. Ik neem aan dat dat geen probleem is. Dankjewel. En als jij nou nog een ander lied hebt, ik zit hier vooraan. We kunnen nog meer liederen zingen, dus geef die gerust op. Zijn er ook mensen die uit Barneveld komen? Kijk, we hebben met de kerst, hè, want de zinkering is vanavond voor het laatst. 29 januari is de volgende avond hier in de kerk. En in december hebben we dus geen zinkering. Maar we hebben wel de kerstzinging. Die is in Barneveld dit jaar. 26 december, heel hartelijk welkom. En verder hebben jullie ook de flyer gekregen. Hang die gerust op in je kerk. Zet in ieder geval alle data in je agenda van de verschillende avonden. En heel hartelijk welkom ook weer. En dan ga ik even kijken of ik niks vergat. Volgens mij heb ik alles gehad. En kunnen we gewoon gaan zingen. Ja. Dus als jij nog een lied hebt, kom gerust even naar voren. En dan zet ik die nog op het programma. Dankjewel. Thank you.